En welkom bij deze week vroeg. Vandaag is het woensdag. Je bent net terug van school. En ze zijn terug van hun papa. En ik zei tegen Logan, zeg, ik heb een kleine verrassing voor je. Een klein? Nou, het is een beetje groot, maar het was klein voor mama om te regelen. Zullen we eens even kijken, want het is inderdaad in jouw kamer. Oh. Ja. Het zien. Behalve dat er een enorme troep is en dat mama het niet voor je heeft opgeruimd. Ah! Zie je niks anders aan je kamer? Nee, eigenlijk niet. Misschien moet ik even een lampje aan doen, dan kan je het beter zien. Huh? Wat? Kijk. Hier hebben we deze stand. Dus dan doet hij zo een beetje flikkeren zo af en toe. En je hebt deze stand. Waarom heb je het eigenlijk niet opgeruimd in mijn kamer? Omdat het jouw rommel is. En ik had tegen jou gezegd, zorg even dat je kamer netjes is. Maar hoe leuk is dat? Leuk, leuk. Maar omdat het ook nog een beetje een rommeltje was. Oh, die heb ik ook nog gehaald. Ja, dat klopt. Voor? Ja. Voor die van je kast. Kijk, want dan kan die ene witte, die kan weg. Snapje. Maar goed, ik zou het dus even opruimen. En omdat ik mama met tijd heb, die kon ik nog niet vinden. Ik kan me dat even wegmoffelen. En dan is het net alsof je echte vuurtorts aan je hut hebt hangen. Ja. En ik heb iets leuks gezien voor op je wand. Maar dat zal ik wel even op mijn telefoon laten zien, want dat heb ik nog niet gekocht. Bang. Voor op je wand. Dat het echt een oerwoud lijkt. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En die koe zegt I love you. Happy birthday to you. Gefeliciteerd, Fleur. Ik heb maar uit zitten billen. Obi's aan het kijken. Even lekker chillen pillen. Is hij veel actiever dan vroeger? Is hij zo cute? Is er thuis iets veranderd met jou en je vriendin en je gezin? Het is allemaal beter geworden. Ik ben wel gevaar van dat ik actiever ben en dat ik juist heel veel verbied. Ik heb een beetje van mijn eigen leven gewoon verbied. Kijk eens wat een grote hulp ik hier heb. Die gaat eventjes een beetje harken hier zo. Even een beetje de grond loswoelen, hè? Ik ga deze doen. Dat is zo warm, dat hier. Ja, we hebben al wat dode plantjes en onkruid eruit gehaald. Fijn hoor, Burk, dat je zo helpt. Daar zit ook nog wat. Ja, ik zal even Logan helpen, want dan moet daar nog een hortensiaatje weg. Goed hoor, het is warm hè, hier. Voor het is ook warm. Hier ook. Ja. Goed zo, overal een klein beetje. Dan kunnen ze het straks. Ja, dan kan er straks lekker water bij komen. Kijk, want hier gaat het ook goed. Zie je die plantjes? Die gaan het al doen. Maar deze die geeft het op. Doe hem maar aan trekken, dit Logan. Dit is toch een tonk? Onkruid? Nee, dat is geen onkruid. Dit? Ook niet. Als jij een onkruid uitmaakt, trek ik het uit de grond. Ja, trek die maar gewoon wat overeind. Hoppa, zie je, die zit helemaal niet goed vast. Die deed helemaal niks. En nu? Deze? Ja, die kan in de kruiwagen. Ik zet hem wel even hier en dan kan jij hem in de kruiwagen doen. En moet ik nog wat... Nee, want in dat gat ga ik... hoe heet het doen? Die viooltjes. Die ga ik uit de pot halen. Wat moet ik eruit halen? En deze kan er ook nog wel uit. Lekker. Die. Een bruine dopje. Ja, zie je? Die is ook niet goed gepakt. Nou, de rest is allemaal goed. Deze moet misschien even iets beter, want ik zie dat die bloemetjes niet meer rechtop staan. Ja. Io. Zo. Goed zo, meisje. Nou, dat is een beetje vies. Ja, dat hoort bij tuinieren, hè. Maar ik heb ook een beetje wat. Dat geeft niet. Heeft mama ook altijd aan de schoenen. Help. Wat is dat? Weet ik niet. Een hommeltje. Moet die prikken? Nee. Je moet niet water erop gooien. Dat vinden ze vast niet fijn. Lekker bezig in de tuin, hè? Kijk nou, Logan heeft in zijn hutje ook paarse bloemetjes neergezet. Hoe cute. Er zijn wel een heleboel onkruid nog voor. Maar super cute. Ik ga even aan Pascal vandaag morgen zitten met de
Maar je ziet het even netjes wel doen. Nou, er zijn nog emmertjes en zo. Cute! Nou, voor iemand die zo graag door zijn moeder gekwit wil worden, werkt het er niet mee. Ik denk dat het was omdat hij eigenlijk is over dat hij in bad zou mogen. Nou, kon ik pas in bad op het moment dat ze haar gedaan was. Ze zei, ben ik al klaar? Blijf even stil zitten met je hoofd. Maar, ik denk dat het een aardig eentje zijn. We wilden zijn haar laten groeien richting Anthony Padilla. Ik zal een fotootje doen van zijn haar. Maar dan is Logan blond. En dat wou Logan zelf ook, want hij wilde zo'n man-bun kunnen maken. Dus zei van, nou ja, als je dat dan niks vindt, dan kan Anthony Padilla kapsel dat ook nog worden. En dat is op zich natuurlijk niet heel moeilijk, want ze kan de zijkant opscheren en dit moet dan toch groeien. In jaren moet ik je model ingekript worden door iemand die professioneel haren doet. Maar voorlopig, ik vind het van nu echt wel prima. Het was natuurlijk weer een risico, want zaterdag viert Fleur de verjaardag. En ja, als ik het vandaag zou verpesten, dan zou die zaterdag met een gek kapsel lopen. Maar ik geloof dat het wel aardig is gelukt. Als je zo uit bad komt, ga ik dat ik nog bij moet punten. Ik vind het niet onaardig van mezelf. Ik bedoel, meestal wil ik dat ze die aan de professionals overlaten. Dus je hebt geleerd voor haar knippen, doe jij dat dan maar. Maar ja, nu ging het gewoon serieus om gewoon de zijkant op te scheren. En dan vind ik €17,50 daarvoor toch wel heel erg veel. Dus ik was blij dat het van Dogan weer mocht. Dus het is nu 5:30, ga ik eten koken. En ik probeer even mijn lenzen in te houden tot de kinderen naar bed gaan. Dan heb ik ze 4, en dan heb ik ze bijna 6 uur. Misschien heb ik ze nu al bijna 4 uur in. Dan heb ik gisteren in gehad, ook 4 uur zeker. Dus heb ik ze om 3:30 in gedaan. Ja, ze gaan nu heel erg langzaam irriteren, maar ik weet niet of het komt dat ik met de tondeuze ben bezig geweest of dat ik gewoon klaar ermee ben. Ik ga ze nog even proberen in te houden, misschien nog gelijk naar het eten eruit of zo. We moeten gewoon weer even aan wennen. Zo vervelend. 2. 3. 2. Oh. Goed zo. De laatste. Want die ging wel heel goed. Die ging echt heel goed. Oh. Geef niet hoor. Niet zo. Dat is weer gelukt. Lekker eten, mijn kijk. Heel dat stukje zo eten? Ja, maar ik zal nog meer stukjes eten doen. Oh, echt fijn. Niks zeggen en Logan denkt erom. Laatste spreek. Zonder tarmetje. Kijk eens Fleur, dat is je verjaardagscadeau. Kijk, om het mee af te maken. Ja, dat is zo cute. Marilisa, die heeft ook nieuwe bloemen. Ik heb ook meegeholpen. Hé, hey, Marilisa heeft ook meegeholpen met die Ikea. Het was niet degene die had uitgezocht, maar ik denk dat deze mooier is. Mm-hmm. Je moet zelf maar kijken hoe je het allemaal in de laadjes wil doen. Ik heb het nu een beetje zo gedaan. Wat denk je? Oeh, fancy. Dat is niks. Mag ik de worst? Je mag zo de worst, even wachten. Is dit wat thee? Ik gebruik ze maar. Ah, iPods. AirPods. Wat is dit? Nou, super cool man. Wat is dit? Dat is een opladertje. Oplader. Nee, er zit lichtjes in. Ja. Want het hoesje is ook gelijk de oplader. Oké. En waar zit de stekker dan? Wie heeft Mees? Oh. Oh ja. Maar die schijnen... Het nummer is plus 3, 1, 6, 11, 11, 2, 1, 8, 4, 6, 8. Oké. Okay. Dat is de Bluetooth code. Oh, oh, het klantensurfnummer. Cool man. Geef deze ook weer. Oeh, daar is het. Lieve papa, had je gefeliciteerd met je vaderdag. We hebben een cadeautje voor je gemaakt. Kunnen we die vandaag bij je langs brengen? I love you. Mwah. Na. Poeh.
Goedemorgen, welkom bij deze zondagmorgen. En een fijne vaderdag nog, mocht je vaderdag fiet hebben. Het is nu 1 uur of zo bijna. Ik heb nog niet zoveel bereikt vandaag. Tenminste, voor mijn gevoel nog niet. En het was gisteren eigenlijk ook zo. En volgens mij vrijdag ook. Ik heb niet heel erg veel gevlogd van de week. Ik zit gewoon een beetje tegen mezelf aan te hikken. In de weg zit. Dat ik er eigenlijk gewoon nergens motivatie in heb, zin in heb, energie voor heb. En dat het dan ook gewoon niet lukt. Dat ik vanochtend was met opgevouwen en ik bracht hem van boven naar beneden. En ik zit hem beneden hier op de stoel. En ik klapt om. Dat soort dingen. Het is al een paar dagen zo. Dus ja, ik weet niet goed wat ik daarmee moet doen. De helft van de kinderen zit beneden nog aan een boterhammetje. De Fleur die is nu, as we speak, onderweg naar de vriendinnetjes toe. Die had gisteren de verjaardag en ze heeft vanaf de moederskant een telefoon gekregen. En toen zag ze dat al haar vriendinnetjes naar het strand gingen. Ze vroeg of ze ook mocht. En natuurlijk mag dat dan. Dus die gaat lekker op tijd weg. Ze gaat nu gewoon lekker smiddag met de vriendinnen spelen. En gaat vanaf daar naar de moeder toe terugfietsen. Mee zit hier nog wel. Die heeft zelfs wat 1-op-1 tijd met zijn vader. Want, oh sorry. Logan en Brooke wou heel de week niet vaderdag vieren voor hun vader. Als tenminste dat ik vroeg van, goh, zal ik vragen dat je mag langsgaan? Of zal ik vragen dat je mag eten daar? Of nee, kom wel een ander keertje. En ze hebben wel cadeautjes van gemaakt. Maar ze wou niet per se heen en weer. Vooral Logan vindt het lastig, want niks is er dan. En dan wil hij eigenlijk hier gewoon lekker de voeten. Maar nou was hij vanochtend wel een filmpje maken van een fijne vaderdag te wensen. En ze zei hij, mag ik dan toch vragen of ik mag langskomen? In ieder geval de cadeautjes af te geven. Nou, dat vind ik wel een leuk idee. Dus dan gaan we zo eventjes langs. En dat is het ook wel. Dat is gewoon een hele relaxte dag. Gisteren was het natuurlijk eigenlijk ook gewoon wel op zich rustig. We hebben natuurlijk middags de verjaardag gevierd van Fleur. Ik heb er niet heel veel gefilmd. Eigenlijk niks. Eén klein koekje, denk ik. Dat de cadeautjes aan het openmaken was. Die Fleur, die is er goed verwend. Ze heeft een snoepjespot gekregen. Bruisballen. Die heeft braakselboek. Een heleboel Lego Friends. En een Joris en de geheimzinnige toverdrankboek, hè? Wauw, super cool hoor. En ze had vanochtend heeft ze ook al Lego Friends. En wat was dat? Een waterhuis of zo. Super cool. Heeft ze ook al helemaal in elkaar gezet. En Boet heeft ook gekregen voor haar verjaardag. Ja, nog voor jouw verjaardag, ja. Wat een kindje. Super cool. Kijk nou. Ze heeft enorm veel Lego Friends gehad, dus ze is eigenlijk heel de dag bezig geweest met Lego Friends. Voor de rest gaat het ook wel gewoon zijn gangetje. Maar mijn mood is gewoon een beetje jammer. En ik had het nog met Pascal over. Ik zei, ja, ik heb het ook. Je zit gewoon jezelf in de weg. Het is gewoon een beetje zo'n rare periode. Van ja, wat ga je nu doen? Je normaal gesproken zou je misschien wat met je kinderen doen. Maar ja, het is een beetje zo'n tussenlevensfase of zo. Je zit net niet in de fase dat alle kinderen voor zichzelf wat leuks gaan doen of zo. De jongste moet je echt nog wel vermaken. En als ze gaat lekker zelf dingen doen. En je zit zelf van, nou ja, nog een paar weekjes van dit. En dan heb je zomervakantie. En een beetje gewoon een rare periode. Je kan natuurlijk nergens echt naartoe. Ik weet het. Je zit gewoon in een funk. Dus ja, dan kijken. Ik ga zo nog even een wasje ophangen. En Logan zijn haar doen. En dan gaan we even naar hun vader toe. En dan I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Nothing can break me.